Ja, zijn jullie erg veranderd als je het vergelijkt met 5 jaar geleden of zo, toen jullie nog niet zo lang bezig waren? Qua persoon in ieder geval niet echt niet. Nee, echt niet. En de muziek wel. Vanaf het begin af aan heeft geëvolueerd en dat is nog steeds aan de hand. Nog steeds. Ja. Ook vandaag weer. Ja. Voordat jullie hier waren. Oké, nou over de plaat. Is hij hier in elkaar gespeeld? Hier? Nee. Deze plek is al niet zo lang. We hebben de basis opgenomen bij Frans Hagenaars in Weesp. En wij hebben heel veel productiedingetjes gedaan bij Mij op de Boot. Oké, nou, maar ik bedoel gewoon het in elkaar zetten van de nummers. Of zet je het dan nog op de boot? Dat is ook op de boot gebeurd. Dat is allemaal, ja, natuurlijk. Ja. Okay. Nee, deze hier zitten we pas een maandje of 4 of zo. Ja. Sinds hier niet, geloof ik. Oké. Ik zat te denken, als je in de nieuwe plaat luistert, soms ja, veel lagen zitten erin en zo. Is hij meer, je zei dat eigenlijk al, de basis heel basic, zeg maar. Uh-huh. Maar hebben jullie ook veel, zeg maar, achter computertjes gezeten en meer aan de... Nou, we hebben achter een computer gezeten, omdat je het via een computer opneemt. Maar, eigenlijk gewoon dezelfde werkwijze als de eerste plaat. Maar we hebben gewoon meer tijd. We hadden zelf dus nu gewoon ook de spullen thuis om daar ook nog tijd erin te douwen in plaats van alleen maar in de studio aanwezig. Dus minder tijd. Daarom minder tijdsdruk. Ja. Dus we konden gewoon echt heel veel experimenteren met oké, we hebben dit en dat opgenomen. Nou, we jagen ze dat door dat effect heen. En als we dat nou eens een beetje gaan pannen of zo, weet je wel. Of een shakertje zus en een shakertje zo. En dan effect erop en dan een beetje vertragen. Nou, een beetje Brian Wilson. Kloten, ja. De broers die waren weg en hij zat lekker in zijn eentje in de studio mee te kutten. Heel leuk, weet je wel, om daar gewoon mee te experimenteren. Ja, en het klinkt best wel anders dan de eerste, maar dat was ook echt wel de inzet. Jullie wilden ook echt... Er was helemaal geen inzet. Inzet was gewoon... Ja, we wilden niet het ene en niet het ander. We wilden weer doen waar we op dat moment mee bezig waren. Ja. En we hadden eigenlijk kreeg die plaat pas echt vorm zo'n beetje 2 maanden voor het mixen of zo. Tot ons eigenlijk zelf pas duidelijk werd, zo'n plaat wordt het, zeg maar, weet je wel. Dus dat er opeens een soort van richting duidelijk werd van, nummers elkaar ook zelf kozen, zeg maar. Van, dat clubje, we hadden 20 nummers of zo. We hadden er wel meer, maar er waren er een hoop afgevallen. Ja. Maar toen hadden we er nog, 18 over of zo. En toen waren we daarmee aan het kloten en toen bleek opeens van, dat nummer, weet je wel. En dan blijkt opeens dat die 11, we hadden er nog 13 op een gegeven moment, zijn nog op het laatste 2 afgevallen. Dat, die 11 nummers, dat is het dan of zo, weet je wel. Dus net zo toevallig als dat het ontstaat, zeg maar, zo is het, ja, weet ik veel, we doen het wel, maar het gebeurt ook allemaal maar gewoon of zo. En dan, begin en einde is heel simpel, zeg maar, en daartussendoor en dan zijn die gigantisch heel druk bezig. Ja, allemaal dingen aan het doen, maar als iets zichzelf aanwijst van dat blijkt dan, dan nemen we er ook dus je moet de signalen die je tijdens het hele proces ziet, die moet je ook niet negeren natuurlijk.